Hallo, ik ben Arjan en welkom terug in Hearthstone. Ik ga weer verder in de arena. Ik ben van plan vandaag twee potjes te spelen. En dat kan betekenen dat het dan afgelopen is, omdat ik twee keer verloren heb. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik de een van die twee win. En dan hou ik het ietsje langer vol en dan komt er nog wel een aflevering. Goed, we gaan het gewoon proberen. We zullen wel weer zien wat er gebeurt. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje zenuwachtig ben bij dit soort dingetjes. Elke stomme fout die ik maak is te zien. Het is niet zo, als ik in mijn eentje speel, heb ik er niet zo last van, maar... Nou. Laten we zien. Oh, ook een warlock. Ja, daar ben ik ook bang voor. Oké, dit houden we. Goed. Hij is aan de beurt. En hij heeft een flame imp. Die doet meteen flink schade. Dus daar moet ik wel wat aan zien te doen. Ik gooi mijn coin eruit. Nu al. Ja, nu al. En dan leg ik deze neer. En deze. En dan mag hij weer. Hij tikt hem natuurlijk meteen weg. Ja, dat had ik natuurlijk ook wel kunnen bedenken. Niet heel slim. En weg. Oh, dat is echt een handig ding om op de eerste zetel te kunnen doen. Oké. Ik trek een kaart. En dan. En dan mag hij weer. Ik moet deze neergooien straks. Nee. Oh, hij speelt het zo mooi. Dit wordt een heel kort potje. Ben ik bang. Deze kunnen we neergooien. Nee, ik wil even wat meer power op het bord hebben. Dus... Ja, deze. I will enjoy watching you die. Oké. En... Dat was hem. Het is echt zo tof om te zien hoe sommige mensen dit spel spelen. Dan denk ik bij mezelf, nou, voordat ik hier zover ben... Hier, er komt weer wat moois. En nog twee. Ga je doen. Gaat mij aanvallen? Nee, geen aanvallen. En weg. Oké. Spellbreaker, dat is ook fijn om te hebben. Maar goed, hij heeft 30, ik heb 18. En ik kan nog een taunt-kaart spelen. Dat ga ik maar doen. Dan mag hij weer. Toch maar even wat van mijn held afhouden. Wat schade. Oh, met bommen, niet naar mij. Oh, allemaal naar mij. Als ik zo'n ding uitgooi, dan krijg ik het allemaal terug. Nou ja, niks aan te doen. En hij heeft nu eens een mooie kaart. Daar raakt hij wel zijn hand mee kwijt. Dus nu is de grote vraag, wat kan ik nu neerleggen? De Spellbreaker. Ja, maar dat is wel een silence kaart. Maar ik heb er twee van.
Nou, laten we deze maar neerleggen dan. Maar geef ik ook nog een tand? Nee. Ja, die. Die kan ik nog niet opkrijgen. Nou ja. Dan maar deze. En dan denk ik... dat ik... want deze doen verder niks meer, toch? Nee. Nou, goed, maar tijd. Ik denk dat ik deze maar ga opofferen. En dan heb ik in ieder geval meer overwicht op het bord en in de hand. Dat is toch nog wat. Maar hij gaat me nu 4 schade doen. En de vraag is wat hij tevoorschijn gaat halen daar. Dit is zo'n raar spel. Hier, hij haalt me nu iets weg. 4 damage, bam, en weg. Nou, dank nog maar van mij en dan. Ah, ik moet echt iets doen. Ik moet echt iets gaan doen. Ik hoop dat ik iets moois krijg. Nou, niet echt, maar wel een tandkaart. En die zetten we nu lekker neer. Ja, ik kan ze wel mijn kaarten nog pakken. Hij heeft nog genoeg gezondheid over ten opzichte van mij. Wat ga je nu weer doen? Die doet iedereen schade. Ja, doe maar. Bam. Maar nu. Als ik die Abomination wegspeel, krijgt iedereen een lel. Behalve als ik hem silence. Gelukkig. Dat scheelt weer. Oké. Maar nog doet hij 4 schade. Ik heb nog 2. Dan leggen we deze op mijn neer. En dan sla ik met hem wel eventjes. Hier, natuurlijk. Oeh. Ik denk dat hij een kaart gaat pakken, ja. Maar ja, hij heeft ondertussen ook weer mooi 4 kaarten liggen. Oké. Ik denk dat het heel slim was. Mooi. En dan? Als deze doodgaat, dan komt er een golem bij. Oké. En hiermee kan ik een demon een flinke boost geven. Dus. Wat zullen we doen? I wonder. Ik denk dat ik de demolisher neerleg. Even, ik heb 7, hè? I wonder. Hier heb ik een demon. Vijf en 3. 3 en 2. So many possibilities. Nou, ik denk dat dit maar doen. Ik weet niet of het heel verstandig is. Eerst me even een lel geven. Dan leggen we deze neer. En dan geef ik hem nog een klap na. Met deze. En... ja, tot zover. Dat is natuurlijk wel een kans dat hij me nog weg kan spelen daar. Dat zien we dan alweer. Hij pakt nog een kaart. Oh nee. Oh, hij bevriest hem. Wat is dit ding eigenlijk? Oh, die bevriest gewoon. Goed. Vooruitdenken. Ik heb nog maar 13.
Hij heeft nu 7 aanvalskracht liggen. Oké. Okay. Oh. Dat vind ik wel weer verrassend. Maar er komt er eentje tevoorschijn. Oh, een Blood Imp. Die komt echt als geroepen. Oké. Okay. Dan leggen we deze neer. En ik geloof dat we dit gaan doen. Oké. Okay. Ik heb nu hoeveel schade liggen? 8, 19, 11. Nou, we zien wel hoe het gaat. Er kan van alles gebeuren. Die Blood Imps die zijn wel echt goud waard, zeg. Wat ga je doen? Wat ga je doen? God, ik vind het spannend. Poeh. Oké, hij kan een kaart trekken zodra er één de pijp uitgaat. Nou, nog even een paar klapjes uitdelen. Oh nee, ga je hem boosten? Plus 4, plus 4. Oh nee, daar gaat mijn grote sterke rakker. Oh, en een stelt. Shit, dat is wel balen zeg. Hij heeft toch echt wat aanvalskracht liggen nu. Op mij in beuken. Oh, dat is waarschijnlijk wel slim ook, ja. Oh jee, nou moet ik echt mijn slag slaan, anders is het voorbij. De volgende beurt ben ik dood. Eén, tien, elf. Oh, ik hoop dat hier wat leuks uitkomt. Oh, dat was dom. Wat was dat dom? Ik had maar 2 leven. God, wat een sukkel ben ik. En ik had hem ook nog niet gehad daarmee. Nou, ik had toch niet gered. Goed. God, wat was dat stom. Oh, dat kost me 2 leven. Wat een sukkel ben ik. Nou ja, goed. Nogmaals, we gaan weer als het potje hierna afgelopen is, dan heb ik toch nog weer 2 gewonnen. Ik ben best tevreden. Oh man, wat was dat stom. Nou ja, goed. Je kunt niet alles hebben. Wat een sukkel ben ik zeg. Ja, ik word hier ook wel zenuwachtig van hoor. Ik zeg niet dat ik het anders niet had gedaan, maar mage. Nou, die Sea Giant, die hoef ik nog niet te hebben. En ja, prima. Nou. Goed, nou, laten we deze meteen opgooien. Die kan ze nog niet meteen wegtikken met haar Firebolt. Aan de ene kant baal ik ervan als ik straks verloren heb. Aan de andere kant vind ik het ook wel grappig. Want ik ben benieuwd wat ik nou overhaal van zo'n potje. Als ik 2 keer heb gewonnen. Oh, ik moet het einde beurt doen. Let toch op. Ik ben zo in gedachten, jongens. Ik ben echt benieuwd wat ik overhaal als ik gewoon nu, zoals ik nu de 2 arena wedstrijden gewonnen heb. Oké. Wij vallen hem aan. Volgende beurt tikt hij me wel weg. Trekken we ondertussen ook een kaart. Einde beurt. Kijk, ik kan mij op hoor.
zie je weer, Christine. Ik heb een taunt, maar ik kan nog niks mee. Ja, ik zet deze neer. Want op dit moment kan je alleen nog maar één schade doen. En als hij dat doet, kan ik een kaart trekken. Dat vind ik leuk. Dus nu mag hij weer. Met een beetje mazzel doet hij me 3 keer schade hiermee. Of hij tikt me 1 keer weg, wat ik ook. Oh ja, nou dan gaat hij dus mij 2 keer aanvallen. Oh, hij gaat me niet aanvallen. Nou, laten we eerst maar eens even beginnen met hem aan te vallen. Want dan levert me nog een kaart op. Yes. En dit zal mij ook een kaart op kunnen leveren. Ik heb nog 4 over. En dit is ook wel leuk. Want die kan 5 van die imps opleveren. Ook nog wel weer oké. So many possibilities. Ja, dat doe ik maar, denk ik. En dan zit het erop. Oef, dat is de eerste. Oh, ja, dat doet hij natuurlijk. Kan ik even geen rekening mee houden. Die moet van het bord af. Heb ik daar wat voor? Straks heb ik 5. Wat ga je doen? Oh. Zo, lekker bezig. En nog even een vuurstraal. Oh, ja, weg. Zo. Ja, dat gaat dan ineens hard. Maar ik heb ook zo'n ding. Misschien moet ik hem maar spelen. Samen met die. Ik moet eigenlijk van dat ding af daar. Gaan we dat nou doen? Die kan ik ook spelen. Nee. Even zien. Deze. Met een beetje pech wordt hij meteen weg. Tik door hem. En deze. En dan val ik hem aan, want dan krijg ik weer een kaart. Oh, die is fijn. Nou, goed. Hij weer. Wat gaat hij doen? Op hem. Nou ja, het is niet anders. Ik heb een kaart bij. Ik heb alle 3 de kaarten eruit gehaald. Dat is natuurlijk wel heel tof. Dit is een link ding, want die wordt steeds sterker naarmate hij spels eruit gooit. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Maar niet als wij hem silencen. Oef, afgelopen gekkigheid. Dan is het een demon? Nee, het is geen demon. Dan pak ik hem aan. En dan nog een keer. Time for killing. Dan heb ik nog 2 over. Die bloodhemd, die moet eruit, sowieso. Poef. Heel goed. En even kijken hoor. Het zou mooi zijn als dat ding kwijtraken aan de overkant. Ik ben bang dat het deze keer nog niet in zit. Dus de grote vraag is waar zijn bom straks terecht gaat komen. Nou. Hij mag weer.
Daar dus. Daar was ik wel een beetje bang voor. Er zijn ook heel veel kaarten nog. Dus kan er van alles gebeuren. Oké, okay. 1, 2 en 3. Niet echt lekker verspreid. Wat ook. Oh nee, mijn Blood Imp. En een secret. Oh jee. Dat is ook zo link met die secrets. Op mezelf? Dat deed ik, gelukkig. Oké, okay, 7 kan ik nu. Silvermoon Guardian. Dat is wel prettig. Maar ik heb geen taunt meer, dus ik gooi die er maar uit. En dan... Wat ga je doen? Oh, een kopie. Natuurlijk, gelukkig deed ik het als eerst. Even zien hoor. Pak er nog een kaart. Ah, een silence. Erg fijn. Ja, als ik hem nu aanval, dan ben ik dood. Denk ik. Ja. Als ik hem niet aanval. Oh, de moeilijkheid. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. Ik ga in ieder geval dit doen. Nee, ik kan hem niet aanvallen. Shit. Oh, man. Wat nu? Wat nu? Ik... Nee, ik kan niet. Ik moet stoppen en hopen dat ik het nog een ronde red. Ja, nee, dat was te verwachten. Oké, oh, die moet ik silencen. Eigenlijk. Dat is echt een gevaarlijke kaart. Vernietig alles wat wordt beschadigd door dit ding. Ja, dat moet ik wel doen. Dus kijk wat ik zo meteen nog heb. Ik ga een kopie maken van die kaart. Kan dat? 5. En ja, dit is 4. Net te weinig voor. Deze heeft. Hoe gaat die verder? De Sea Giant kost 5. Oh, ik heb net te weinig. Ja, ik moet hem silencen. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Ik ben bang dat als ik hem kopieer, dat ik die silence mee kopieer. Dat is een beetje riskant, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, we gaan sowieso. We gaan sowieso de Sea Giant spelen, denk ik. Ja, ik moet wel. Nou. Dit kan ik. Maar hij. Oeh, gelukkig, die hebben we nog overleefd. Wat ga je doen? 6. Ja, plus die, 2. Bam. Einde verhaal. Shit. Nou, dat was het mooi om waar te zijn. En we vriezen, waarom?
grazenkaarten. Is dat nou slim? Vraag ik me echt af. Hij maakt nu het bord wel leeg. Maar we kijken wat het hem kost. Het kost hem echt veel. Oké, als ik een spel cast, krijg ik plus 2 attack op deze kaart. En dat is echt fijn. Heb ik nog spels? Ik heb genoeg spels. Dus, heb ik nog een demon? Ja. Laten we dit maar doen. So many possibilities. Oh nee, dat is alleen deze beurt. Maar ik kan deze niet meteen uitspelen. Dus we leggen deze al neer. Ik doe nog 5 over. En... nou, zullen we de Frostwolf Warlord maar eens neergooien? Zullen we een kaart trekken? Nee, laten we dit maar doen. The Frostwolf stand ready. Job done. Ja, doe hem op. Auw. Nou, gelukkig zit mijn Divine Shield er nog op, die andere. Echt wel wat kaarten. Ja, ik heb ook een Divine Shield. Oké, als je een kaart speelt, krijgt hij plus 1, plus 1. En deze... ga meteen weg. Dit ding erg ik me ook dood aan. En dat ding heeft Divine Shield. Heb ik nog een demon liggen? Nee, hè? Ga een kaart trekken. Dat kost me 10 leven. Deal 4 damage to a minion. Dat is wel leuk. Deze kan 2 damage delen. Ja, en ik kan er... oh. Nou, zullen we deze manier gooien? Ik weet niet of dat slim was. Nee, natuurlijk was dat niet slim. Maar ze was zijn schild kwijt. En ik ben mijn dinges kwijt. Toen ik niet echt veel kunnen doen. Maar goed, als kaart er weer uit, hè. Stealth. Dus die blijft eventjes in rusten. Die had ik beter kunnen kopiëren trouwens. Deze kan ik 2 keer gebruiken als hij aan de beurt is. Deze geeft ons een kaart. Blood Imp, die gaat meteen op. Twijfel ik geen seconde over. Dan hebben we deze. Ja, misschien moet ik het toch doen. Nou, dat kan echt niet. Oké, eerst maar eens even aanvallen. Ja, ik kan natuurlijk ook op gokken. Dat ik straks 2... Ik wil geen kaarten verliezen. Nou, ik leg deze op. En ik wil nog een kaart. Ik gok hem op. 18 heb ik nu nog. Dan kan ik nog 2 doen. Heb ik een demon? Nee, dat is ook een demon. Dit is wel een demon. Nou, laat me even hiermee zitten. Kijken wat er gebeurt. Ik weet niet of kijken wat er gebeurt een goede aanpak is, maar dat zien we vanzelf. Ik twijfel echt bij alles wat ik doe in dit spel. Nou, dan gaan we dit weer. Oh, alsjeblieft, gooi wat terug, gooi wat terug, gooi wat terug. Ja, dat bedoel ik.
Ga je nou je ding zat stelt halen? Ja, dat gaat hij doen. Oké, dat is dan even een flinke klap. I'm sorry. Maar deze stond, het kost me alleen een kristal. Die gaat meteen erop. Oké. Dan kan ik met deze twee keer aanvallen. Dan doen we het zo. Oh nee, ik kan ook nog 4 schade doen met deze. Ja, dat is wel fijn. En dan... Ja, hij moet weg. Ik heb geen keus. Oké. Dat is 1. En... 2. En dan heb ik nog 2 over. En dan zetten we deze in. Oh my god. Ik vind het echt spannend. Well played. Wat ga je doen? Oh nee! Oh nee! Nou, dit is echt... Dit is echt een lucky draw van die gast geweest. Nou, benieuwd wat we binnenhalen nu. Was het de moeite waard om dit te doen? 3 keer verloren, 2 keer gewonnen. Ik moet hier op klikken.5 pakketjes. 30 goud. Een pakje kaarten. 5 goud. 5 dust. En 5 goud. Nou. Een pakje koop je voor 100 goud. Ik heb hier nu 140 goud en 5 dust en een leuk spel gespeeld. Dus was het waard? Ja, ik vind van wel. Zullen we nog kijken wat er in het pakje zit? Ook dat is wel een beetje leuk, hè? Nou. Deadly Shot voor een hunter. Young Dragon Hawk voor iedereen. Wind Fury. Oh, best leuk. Forked Lightning. 2 damage to... Oeh, dat lijkt me een fijne kaart. Met een overload van 2. En een rare. Oh, cool. Master Swordsmith. Oeh, dat is ook een fijne kaart. En een Loot Order. Die had ik, dacht ik al. Maar daar had ik er volgens mij maar 1 van. Leuk. Zullen we eens even kijken wat ze terechtgekomen zijn. Even kijken. Hier. Op de volgende bladzijde. Die hebben we erbij voor de Hunter. Voor de Shaman. Voor het Lightning. Oké. En dan hebben we hier nog. Young Dragonhawk. En Loot Horde. Maar die had ik, dacht ik al. Dan heb ik er dus 2. Je mag ook 2 in je deck hebben. Dat is mooi. En nog eentje? Heb ik dat nou gemist? Oh ja. Oh jee, ja, Wind Fury. Ja, leuk. Cool. Nou, ik ben tevreden. Goed. Het is niet helemaal gegaan zoals we wilden, maar die laatste, dat was wel echt dikke vette pech. Nou ja, niks aan te doen. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, duimpjes altijd welkom. En tot de volgende keer. Bye bye.